Mijn naam is Louis Bel de Vroe en dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld, waarin ik in gesprek ga met inspirerende mensen over leiderschap, mens zijn en de kracht van de natuur. In deze aflevering een gesprek met Joost Reuzelaars. Joost is predikant van Vrijburg in Amsterdam-Zuid en tevens hoofdredacteur van Idee, het tijdschrift van de meester Hans van Mierlo Stichting. Tot 2017 was Joost predikant van de Nederlandse kerk in Londen en hij groeide ook op in het buitenland. Eerst in Genève, later in Dakar. Hij studeerde theologie in Leiden en Kaapstad en studeerde af op het verzoeningsproces in Zuid-Afrika. Joost schreef meerdere boeken, waaronder Het Vrije Woord, Theologen en Opiniemakers in Domineesland. Hij publiceert regelmatig opiniestukken in NRC Handelsblad, De Volkskrant en Trouw. En daarnaast is hij essayist van het Financieel Dagblad. Tijdens onze wandeling door de herfstige Doornse bossen hadden we het onder meer over het belang van aandachtig leven. Het verschil tussen religie en God. Het verschil tussen verzoening en vergeving. En de helende kracht van je verhaal kunnen vertellen. Over Nederland, een land waar spiritualiteit geen plek meer lijkt te hebben. En waarom we misschien geen kerk nog christendom nodig hebben, maar wel een verhaal dat het eigen leven overstijgt en een plek waar dat bredere verhaal klinkt en onder de aandacht komt. Over hoe geloof begint bij de verwondering en dat je van God altijd een nieuwe kans krijgt. Laten we maar gaan wandelen. Ja, goed dan. Maar omringd door schapen. Ja, precies. Ik wou maar net zeggen. Kun je misschien meteen vertellen waar we zijn en wat we zien en wat we horen? Ja. Want je zei het al net voordat we gingen opnemen. Zei je, nou, dat is wel typerend dat we zo beginnen. Precies, ja. Nou, we zijn in Doorn, bij Sint Helena, bij Heuvel, Kaapse Doorn. En we worden omringd door schapen. En er is een duidelijke herder. En dan denk ik aan mijn eigen schaapjes en mijn gemeente. Moet ik ook zo'n duidelijke herder zijn? Misschien moet Rutte bij persconferenties ook zo'n duidelijke herder gaan zijn. Het is wel, je kan geen herder zijn zonder heel duidelijk te zijn. Nee, dat klopt. Ja. Het is een vrouwelijke herder. Ja, en een vrouwelijke herder, ja. Heel goed. En, is dan en als we dan deze metafoor even doorwandelen, ja. De hond. Wat is dan de... Oh, die heeft ze ook, ja. Ja. Een soort adjudant. Adjudant, de kofferaar. Ja. Ik ben al geneigd te zoeken naar het verloren schaap, toch? Een beetje met de bijbels te houden. Ja. En hoe gaat de herder om met dat ene eigenwijze schaap? Maar dit lijkt een hele gehoorzame kudde te zijn. Saai eigenlijk. Je hoopt een beetje dat één denkt van, joh, zoek het maar uit, toch? Het is wel meer... Ja, het is ten eerste meer bijbels en bijbel komt uiteindelijk, de echte bijbelverhalen komen natuurlijk uiteindelijk alleen maar voort uit het leven. Ja, nee, dat klopt. En die beelden zijn ook niet voor niks zo gekozen. En je vraagt je wel af, als we toch naar die schapen kijken, een notie van vrijheid, hè, waar het veel om te doen is. Is zo'n schaap vrij? Want als ik zo kijk, dan denk ik, kan geen kant op. Maar misschien, nou, schaap zou waarschijnlijk niet eens over nadenken, maar hoe zouden wij zijn in zo'n setting? Ja. Kun je vrij zijn en dan terwijl toch zo onwaarschijnlijk toch zo beperkt bent. Ja, in ieder geval staat er een veiligheid in die kudde. Ja. Dat zie ik in elk geval. Ja. Dus er zit een rust bij die schapen. Ondanks het feit dat ze een soort van opgejaagd worden en bij elkaar worden gehouden. Maar tegelijk, wat mij te binnen schiet is... Maar dat zal te maken hebben met een verschil in tijd. Maar ik denk als je in de huidige tijd, als je mensen zou zeggen, nou, jullie zijn een kudde, ja. Of jullie zijn schapen. Nee. En de pastoor is betekent herder, toch? Ja, de herder, ja. Ja. En je zou die metafoor, dat zou je nu vertellen, dan zou de menig mondig burger zeggen, daar ga ik niet aan meedoen. Nee, klopt. Nee. En überhaupt doen we nergens meer echt aan mee, toch? Als groep. Dat zag je ook bij die corona... crisis, dat heel lastig is om... Dus we zijn opeens allemaal virologen geworden. En bondscoach ook. Maar ook virologen weten allemaal beter, toch? Vanavond wordt er waarschijnlijk weer wat besloten. Nou, dan als ik dan mijn Twitter berichten zie, dat iedereen weet het beter. Ja. Misschien ook wel Nederlands, om daar niet aan mee te doen. Ja. Ja, zo voelt het wel in elk geval. Maar misschien
Want jij kijkt in die zin ook anders naar Nederland. Want misschien goed om daar te beginnen met deze wandeling. Waarom wandelen we hier? Is misschien de eerste vraag. En de tweede vraag is, kan je kort vertellen hoe je bent gekomen tot waar je nu bent als dominee in Nederland. Terwijl je volgens mij een achtergrond hebt die helemaal niet zo heel Nederlands is. Nee, ik woon hier vlakbij in Zeist. En sinds corona mijn werk bestaat vooral uit bezoeken van mensen. En dat doe ik nu niet meer thuis, want dat is veel minder, maar veel meer wandelend, zoals nu. En deze route, die ken ik via een vriendin van mij. Dat is precies een uur, dus dat is een mooie tijdsduur om een gesprek te voeren. En dat is een van de dingen die ik wel uit deze coronatijd ga houden. Het wandelen met elkaar. Want nou, zoals wij nu doen, je kijkt elkaar niet aan. Maar je bent wel samen. En je loopt, bewandelt samen de weg. Dus nou ja, dat je in beweging bent, doet ook wel iets met je. Ja, om daar even, want je zegt, je kijkt elkaar niet aan. Dus ik sprak er laatst met iemand over en die zei, het is een beetje het is hetzelfde als bij het afwassen vroeger. Ja, moest ik net aan denken. Of als je in de auto zit ook. Ja. Door elkaar niet aan te kijken de hele tijd, geeft ook een bepaalde vorm van vrijheid. Klopt, of, ja. Hoe ervaar je dat? Of dat zie je ja, zo? Absoluut. Ja. En het is goed ook om je gedachten te vormen. En ik had mijn eerste gemeente was Nieuwkoop, dus aan de Nieuwkoopsplassen. En daar heb ik het zelden ik veel met mensen in mijn gemeente. Ik weet één man die niet heel open was of zijn gevoel. Maar die zei dan tegen mij, belde op, zei Joost, we gaan zeilen. En toen wist ik al lang dat hij iets wou bespreken. Maar het was ook voor hem een stap te ver om te zeggen, ik heb behoefte aan een gesprek. Maar zeilen vond hij dan een goeie. En ja, ik ben geen zeilen, maar hoe heet dat bak zelf? Als je opeens draait. Alpinist, als je overstag gaat. Overstag, ja precies, ja. Als het dan te confronterend werd of was zijn vrouw ziek, dan had hij moeite om daarover te hebben. En dan zei ik, nou nu overstag. Dus toen dacht ik, ja, dat is ook een mooie manier om... Dan liet hij weten tot hier en niet verder. Precies, ja. Nu gaan we overstag. Ja, en als op zich met wandelen heb je die escape ook. Toch? Ik kan nu meteen, oh kijk die boom. Ja, of weet je, dat... Is dat nu de escape? Als je nu met mensen praat, merk je dat? Dat is een prachtige boom. Ja, van welke kant gaan we nu op, toch? Ja, dus je hebt een manier ook om er onderuit te komen. Ja. En dat is, kan ik me voorstellen, heel goed ook. Ja, dat kan. Klopt. Er zullen sommige gesprekken zijn waarin je misschien af en toe iets meer wil, de diepte in wil gaan. Uiteindelijk is het altijd, je opent misschien meer dan, het is aan de ander om te vertellen. Ja, en wat prettig is aan wandelen, besef ik nu ook, is je kunt ook stil zijn. Dus het is ook niet raar als je een minuut niet praat, als je samen wandelt. Terwijl als je bij iemand op bezoek bent en je bent een minuut stil, dan voel je wel die stilte. Ja. Hoewel ik dat ook steeds meer probeer, om gewoon die stilte te laten vallen. Ja. Maar dat blijft ongemakkelijk, terwijl met wandelen hoeft dat niet ongemakkelijk te zijn. En wat voor gesprekken zijn dat dan... ik kan me voorstellen dat zijn gesprekken over het leven en over de dood. Maar hoe gaat dat in een gemeente? Word je dan gemaild of gebeld en gezegd, ik zou eens wat je willen zeilen inderdaad? Ja, dus het is volgens mij een van de weinige beroepen, misschien het enige beroep naast huisarts waar je zelf kunt uitnodigen. Dus ik heb op zondag als ik mijn gemeente zie en ik zie iemand die, waarvan ik denk, hey, gaat daar wel goed mee? Of je hoort via ook van alles. Of dat iemand op straat tegenkomt, goh, die zag er slecht uit of dat. Dan heb ik de ruimte en de vrijheid om iemand te bellen, te mailen of zou ik binnenkort weer eens langskomen. Ja, dus dat, ja, daardoor ben je een vertrouwenspersoon. Waarmee je ook in alle openheid en eerlijkheid van alles kunt bespreken. Ja, het is wonderlijk eigenlijk als ik je hoor praten, dan denk ik... dit is dus in de geschiedenis van de mensheid, en volgens mij kunnen we ver voor het christendom nog doorgaan, is er denk ik altijd in een gemeenschap iemand geweest. Klopt, ja. Met wie er gepraat werd over datgene waar het moeilijk over te praten is met anderen. Klopt, en nu hebben we dat, psychologen hebben die rol denk ik overgenomen, grotendeels. Dat zijn ruim 1 miljoen Nederlanders bij psycholoog, psychiater. En
Je hebt Damian Dennis en andere psychiaters, Dirk de Wachter, die het heel duidelijk zeggen. Nou, er zit een link tussen de ontkerkelijking en de populariteit, om zo te zeggen, van ons vak. Dus dat Dennis, hij heeft een keer gezegd dat 2/3 van de mensen die hij op de bank heeft als psychiater, zouden eigenlijk naar een predikant moeten. Ja, dus die ziet daar. Dus daar zit het meer in, daar is het naartoe verschoven. En coaches. Hè, dat ja. Zit, iedereen heeft een coach tegenwoordig en dat is ook heel nuttig. Maar die hebben ook de rol overgenomen van predikant. Maar beide, coach en psycholoog, heeft wel nadeel dat het vaak in een trajectbasis zit. Ja. Van je werkt ergens aan en, ja. En ik werk nergens aan. Dus ik ben er en ook als het totaal nutteloos is, heeft het toch zin. Ja. Dus je bouwt aan een relatie en ja, soms denk ik ook van wat doe ik hier, maar toch werkt het om het vertrouwen ook onderling. Iemand gaat ook niet direct aan een predikant die het niet kent vertellen, nou ja, zijn diepste zorgen en kwetsbaarheid delen. Dus je moet ook bouwen aan een relatie. Ja, ja. Want, maar dat is denk ik hetgeen, als je vertelt een psychiater of psycholoog of coach, en dat voor mij heeft dat een... dat is, ja, wat wil ik zeggen? Dat is heel individueel. Dat is mechanisch. Hè? Het is een dienst. Het is. En het aspect wat daarin volgens mij heel anders is, lijkt me dat er een gemeenschap is. Dus ja. Het idee dat. En dit is iets waar ik graag over nadenk. Maar het is ook het idee dus om verder terug te gaan, los van een geloof of los van een. In elke cultuur, zodra er een cultuur, ja. Zodra er een gemeenschap ontstaat, ontstaat er een cultuur. Ja. En, maar het feit dat daar altijd in die gemeenschap een bepaalde verbinding is en iedereen heeft daar een rol, ja. Is het ook logisch dat je... het is niet een traject. Je hebt mensen waar je naartoe gaat voor bepaalde zaken. Dus als je een nieuwe stoel wilde, dan ging je naar de lokale timmerman, ja. Die al dan niet Jezus heette. Ja, ja. En, ja. Maar als je problemen had, dan ging je naar de sjamaan. Ja. Of naar ja, de... ja, precies. Ja. Maar die rollen, dat zijn oerrollen, ja, lijken klopt. Mij. Ja. En het lijkt alsof die oerrollen die we allemaal, die mensen hebben, ja. Die zijn allemaal tot baan verworden. Precies. En ook de vroeger was de huisarts ook zo'n rol. En dat is ook een baan geworden in 5 minuten of hoe lang heb je als je bij een huisarts bent. En zo, ik zal laatst denken, stel ik krijg een ongeluk en ik kom op sterbed te liggen en het gaat over euthanasie, dan heeft de huisarts daar een grote rol in. Maar ik heb nog nooit een persoonlijk gesprek met mijn huisarts gevoerd. Ja. Dus ook dat is geanonimiseerd bijna. Ja, ja, dan moet je klinisch. Ja, precies. Ja. En dan moet je ineens, als het moment, dat is ook een, als het moment van crisis daar is, ja. Dan moet je ineens iemand hebben. Klopt. Terwijl ja. Wat jij ja. Ook vertelt, ik zie soms het nut niet helemaal in. Maar het nut is ook natuurlijk dat je creëert die basis waarop je, ja. als er later een crisis komt, ja, dan weet je elkaar dan weet te vinden. Je, ja. Ja. En wat? Ik denk nou wat je over gemeenschap zegt en wat die persoon. Die verrijkte die gemeenschap, versterkte hem ook door verhalen. Ik denk dat nou, weet dat boek van Hariri, hè, Homo sapiens, die ja. Vertelt over de geschiedenis van de mensheid. Is er wat onderscheidt een mens van een dier? Is met name dat wij in staat zijn om een verhaal te vertellen. En dat verhaal verbindt en geeft zin aan ons leven en verbeeldt ook een andere werkelijkheid. Ja. Maar het ja. Versterkt. En, kijk, ik heb net een paar boeken gelezen. Over deze coronatijd breder toch wel een soort nou, crisis. En de grote crisis is de ecologische crisis, denk ik, waar we in zitten. Maar het gemis aan een gemeenschappelijk verhaal om te bepalen wie we zijn, wat we willen worden. Hoe verhouden we ons tot elkaar, tot de natuur, hè, hoe solidair ben je. En ik denk dat ook wel mijn verschil tussen mij en een psycholoog of een coach. Ik kom met verhalen. Dus ik kom niet met lege handen. Ja, ik sta voor een verhaal. En welk ja. Verhaal is dat? Nu? Ja, het Bijbelse verhaal. Als, ja. Als uitgangspunt. Ja. En wat betekent dat? Ja, dat je het leven in perspectief plaatst. Dat je een tegenover hebt. Een richtingwijze van het goede leven. Van het goede leven zou er zo uit kunnen zien. Het reikt beelden aan waar je je toe kunt verhouden. En perspectief vooral. Dus van welke kant willen we met elkaar op? Van de huidige realiteit hoeft niet de uiteindelijke realiteit te zijn.
Nee, je bent ergens naar op weg met elkaar en met jezelf. En tegen cynisme, tegen status quo, hè, van nou zo is het. Maar kan je dan bijvoorbeeld een verhaal, of is het afhankelijk van de situatie? Want je zei, ik kom met een verhaal en voor mij is dat, hè, de Bijbel geeft dat verhaal. Ja. Kan je dat concreter maken? Dus kan je zeggen, of is het afhankelijk van de situatie? Ja, dat is sowieso, ik heb niet, nee, het hangt helemaal. Dus niet het verhaal van de maatschappij, of van de mens? Nee, je hebt het oerverhaal van de Exodus, hè, de uittocht van het volk, Joodse volk van Egypte met het slavenbestaan naar het beloofde land van de vrijheid. Nou, dat beeld vind ik altijd prachtig, van we gaan op weg naar de vrijheid tegemoet. Ja. Op hoop van zegen. Ja, verder. Ik heb afgelopen tijd veel over geschreven, maar ook een aantal mensen gesproken die rond het thema vergeving, zeg maar, die een fout hebben begaan, of van wie gezegd is dat ze een fout hebben begaan en daar de consequenties van ervoeren, hè, maatschappelijke druk. Dan heb je bijvoorbeeld het verhaal van de overspelige vrouw. Dat Jezus ontmoet een vrouw die op overspel is betrapt. En iedereen zegt, nou, de wet zegt dat we zo iemand moeten stenigen. En dan zegt Jezus, wie van jullie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja. En dan gaan ze één voor één weg. En dan zegt hij tegen haar, nou, kom op, sta op en ga zonder vanaf nu niet meer en ga een nieuwe toekomst tegemoet. Ja. Dus dat spelen met moralisme, dat is zo'n verhaal. Wat betekent het om een goed mens te zijn? Ja, en hoe hard ben je naar elkaar, hè? Ook naar jezelf en naar elkaar. Want we zitten ook wel erg vast altijd aan het oordeel en goed en kwaad. Ja, en hoe moeilijk het is om daar uit te stappen. Ja. Ik vind altijd zelf altijd intrigerend als ik ben zelf, ik heb zelf filosofie gestudeerd en ethiek. En met meer en min, en dat is veel bijna technische manier ernaar kijken. Ja. En meer ben ik geïntrigeerd geraakt. Nou, oké, maar wat betekent dat voor mezelf? En voor menselijk handelen? Ja. En voor mijn eigen handelen? En wil ik, als je het bijvoorbeeld goed wil doen, hè, wat dat ook betekent. Maar als je daar die zoektocht maakt, dan kom je er ook achter dat je kan heel makkelijk denken dat je goed bent of wil doen. Ja. Maar het wezenlijk doorleven daarvan, dat vergt oefening. Ja, dat klopt. Ja. En altijd met die kritische vraag van, is het wel goed, toch? Dat je ook niet zelfgenoegzaam wordt in het goede. En dat je op een gegeven moment je verheven voelt boven een ander. Ja. 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 Want als je noemt vergeving. De afgelopen weken zijn er weer op verschillende plekken aanslagen gepleegd. Ja. In Nice en gisteren in Wenen. Ja. En er zijn andere plekken ook nog, zelfs in Lyon. Ja, Nice, ja. Wat mij naar boven kwam is dat als je over vergeving hebt, dan denk ik het is een absolute verschrikking. Het feit dat iemand naar binnen loopt en met een mes en mensen vermoordt. Ja. En tegelijkertijd denk ik, die man, hè, volgens mij is het 20-jarige jongen dus. Ja. Die was ooit een baby en een kind. Ja. En die is in zijn leven, in die twintig korte jaren, is hij dus ontwikkeld. Ja. En heeft hij beelden in zich gekregen en overtuigingen die hem tot een daad hebben doen, die hem hebben geperverteerd hebben eigenlijk. Ja. Waarin hij denkt dat hij leeft in een realiteit waarin zijn daad dus het goede is. Klopt. Ja. En als je over vergeving hebt, dan zit daar ook bij dat je denkt, arme jongen. Ja, ja, zeker. En arme, dus het zo mooi beschrijft, dat denk ik ook, arme moeder, toch? Die ooit dat kind en waarschijnlijk met de beste bedoeling heeft opgevoed. En dat zegt ook wel, ik heel lastig vind hoe dan met de religie wordt omgegaan. Hè, van dit heeft niks met islam te maken, het heeft volgens mij alles met islam, maar breder met religie te maken, is dat religie kan het beste naar voren halen in mensen. In alle religies. Ik denk dat de mensen boven hen zelf doet uitstijgen in overgave, in liefde. Maar ook het alle duister is ook uit religie. Ja, dus je kunt alle kanten mee op. Met islam, met christendom. Dus
Volgens mij kun je dit probleem niet oplossen als je niet ook kijkt naar de religie. Mm-hmm. En wat... Nou ja, uiteindelijk, omdat religie ook belooft... Ik ken de motieven niet, maar ik kan me goed voorstellen dat deze jongen dit gedaan heeft uit overtuiging dat hij in het hiernamaals terecht zou komen. Ja. Ja. En dat gaat al mis. Zeg maar, dat religie blijkbaar zo... En dat heeft christendom ook 2000 jaar geschiedenis van. Dat je mensen zo gek kunt maken dat ze de meest absurde dingen doen om iets anders. Ja, ja. Ja, het lijkt iets heel kouds te worden. Het lijkt, tenminste, als ik nadenk over religie en... Nee, het gaat niet over religie in mijn optiek dan. Als ik nadenk over dogma's en zodra iets de absolute werkelijkheid wordt... En dat heb ik ook wel eens in mijn leven willen ervaren, dat ik gewoon iets helemaal zeker weet. Ja. Dan sterft de wereld een beetje af. Ja, klopt. Ja, ja. Wat een nieuwsgierigheid is eruit. Klopt. Het licht komt niet meer door het bladerdek. Ja. En of dat nou in de religie... En de religie kan natuurlijk een versterkende factor zijn daarin, want dat heeft hele duidelijke... Hè, als je het letterlijk neemt. Hetzelfde als de wet. Ja, klopt. Laatst was er een gesprek over de... Radio 1 over wat was nou je favoriete... grondwet of wat is het belangrijkste. Ja. En toen ging het naar, één toch of vrijheid van meningsuiting. En toen was het een discussie echt over de wet. Ja. Terwijl de wet komt voort uit ons. Ja, alsof het iets objectiefs of iets dat er was zonder ons, zeg maar. Ja. Alsof dat de waarheid is. Maar het is een poging om onze moraliteit en wat we ten diepste vinden van belang. Proberen te formaliseren. Ja. Maar het is in zichzelf niet. Het is de geest van de wet waar het gesprek over zou moeten gaan. Ja, klopt. Ja. Maar heel even toch terug naar die vergeving toch. Want als ik dan dat verhaal vertel over de jongen. Ja. En ik weet het zelf, en dan denk ik van dat zou mooi zijn. Ja. misschien denk ik als we er zo naar kunnen kijken. En tegelijkertijd mag het niet bijna. Nee. En ik kan het niet, maar er zijn voorbeelden ook van. Voorgaande aanslagen, dat in België vader van een dader en slachtoffer met elkaar een boek hebben geschreven en uiteindelijk die vergeving ook een plek kreeg. Ja, dat kunnen we niet, denk ik, namens een ander, dat zou hooguit familie, nabestaanden van het slachtoffer kunnen. Maar het valt niet op te leggen en als het gebeurt is het nou bijna van God afkomstig. Snap je? Dat kan niet kun je niet van een mens verlangen. Je kunt het niet verlangen? Nee, denk ik niet. Ik denk het ook niet, maar tegelijkertijd is het wel... Is het als je naar de Bijbels vraagt toch? Ja, klopt. Is dat een van de hoogste? Ja, klopt. Ja. Het is ook van God, zeg maar, dus van boven onszelf uitstijgend. Ja. Maar als iemand mijn zoon of dochter iets aandoet, dan is niet vergeving het eerste woord dat bij me opkomt. Nee. Ja. Wat is het eerste woord dat bij je opkomt? Nou, vergelding. Ja, dat heb ik in dit geval. Als ik dit hoor, dan zo'n aanslag in Parijs, zo'n onthoofding van, dat ik zo'n man mag niet. Die moet ook wat aan worden gedaan, ik weet niet wat, maar... Ja. Het is volgens mij een beschaving, zeg maar, die komt dan op, maar het is bijna tegennatuurlijk om over vergeving of over verzoening te spreken. Ja, ja. Om even deze stap te zetten. Dat kan niet nu. Nee. En tegelijkertijd is dat wel iets waar je naartoe wil. Ja. En je voelt ook wel aan dat het... Ja, dat is verheven. Dat is een ideaal. Terwijl het andere is toch... Ja, dierlijk. Is wat primitiever. Ja. Ja. Maar hoe ga je daar dan mee om als je dat proces bij jezelf ervaart? Want jij bent toch... Het is ook een... Het is je werk. Ja. maar om hier ten diepste om dit te ervaren en daar ook om dat te delen. Nou, het begint met die verhalen horen. En, zoals jij, als jij die jongen beschrijft, hè, van 20 en dat leven. Op dit moment is het voor mij gewoon het kwaad in een lijf. Zeg maar. Dus, en dat kwaad moet vernietigd worden. Maar het is inderdaad een jongen met ouders, met gevoelens, met liefde, met hoop, met teleurstellingen, denk ik heel veel. Dus als je zijn verhaal hoort, niet dat het goed te praten valt, maar dan is dat al een manier om richting verzoening te gaan. Nee, kijk, dus die verhalen moeten ook... Ik ben in de Waarheidsverzoeningscommissie in Zuid-Afrika afgestudeerd. Het begint ermee dat de verhalen gehoord worden.
Ja. En in alle openheid en de boosheid blijft dan natuurlijk het verdriet. Kun je dat traject toelichten? Want eigenlijk is dan die verzoeningscommissie, ja, is misschien wel het voorbeeld waarin ideaal, ja, waarin mensen in deze hele weerbarstige werkelijkheid, ja, hebben geprobeerd het verheven ideaal, ja, te concretiseren. Ja. Hoe is dat? Er zit wel een groot verschil tussen verzoening en vergeving. En Desmond Tutu, dus de hoofd van de Waarheidsverzoeningscommissie, die speelde daar een beetje mee. Maar voor mij is vergeving iets, nou, één op één. En iets van God, zeg maar. Dus dat kun je niet van een mens vragen. Zeker niet in dramatische situaties. Maar sorry, als je dat, ja, zegt, maar een mens kan wel vergeven. Ja, het kan, maar het valt niet te verwachten. Nee, oké. Okay. Nee. Maar het kan. Zegt, ja, het kan zeker. God, ja. Stel jij, ja, doet me iets aan en ik vergeef jou. Ja. Vergeef ik jou dan? Maar dan heb je wel een soort geestkracht ontvangen, denk ik, die boven jezelf doet uitstijgen. Mm. Maar jij bent het wel, maar ja, ja, het is wel... Het is zeg maar de hoogste kunst. Ja, bijna. Ja, precies. Het is, ja, het is bijna transcendentaal. Ja, aan wat klopt. Ja, dat is echt een mystiek moment, bijna een spiritueel moment. Ja. Ervaring, als kan. Ja. Misschien wat hoogst haalbaar in een mens, toch? Als dat überhaupt mogelijk is. Maar verzoening gaat voor mij iets minder ver. Dat is meer... Nou, wij hebben ruzie gehad. En nou, als je het traject volgt van Tutu, hè, dus wij hebben ruzie gehad. Jij vertelt jouw verhaal. Nou, daar heb ik dan begrip voor. Ik vertel mijn verhaal, heb jij begrip voor. Nou, dan gaan we toch weer samen, gaan we toch weer samen wandelen. Ja. 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 Maar ja, ik blijf wel... Ja, ik laat me niet nog een keer overkomen. Snap je? Dus het zit wel... Vergeving is echt voluit een nieuwe kans bieden. Ja. Zand erover en echt een verzoening blijft toch van... Wat is het vergevingsverhaal? Want ik ga deze vraag stellen, maar dan zou ik toch nog gaan... Ja? Zou je die verzoeningscommissie nog kunnen, soort van in traject kunnen uitleggen hoe dat is gegaan? Want je vertelde een paar ingrediënten, ja, die nodig waren. Maar op zich is het is een geweldig voorbeeld. Ja, zeker. Van, ja. Nou ja, het is misschien niet het ultieme verheven zijn, maar om, ja, toch... Ondanks pijn, ja, en ondanks onrecht, ja. De hand te reiken. Ja. Maar ja. Ik had afgelopen zaterdag heb ik een stuk in NRC geschreven dat we in Nederland ook een waarheidsverzoeningscommissie nodig hebben. Samen met twee anderen schreef ik dat. Wat betreft ons slavernijverleden, koloniale verleden, dat spookt ook. En er worden nu onderzoeken naar gedaan. Maar ja, je mist daar toch ook een stap richting verzoening die niet gezet wordt. Ja. Ja. En hoe stel je dat dan? Kun je die op Tutu leggen dan? Ja. Want dan zitten we meteen in Nederland. Ja, nou, wat Tutu deed is... Het was niet juridisch, dus ik kreeg wel een mandaat vanuit de staat, maar het was niet juridisch. Mensen kwamen dus, het slachtoffer kwam om het verhaal te vertellen. De dader vertelde zijn of haar verhaal. En dan ontstond, hè, dat was zijn overtuiging, als die waarheid geklonken had, ontstond er ruimte voor verzoening. Ja, dus, maar waarheid dus. Ja, maar het begint met echt dat iemand voluit zijn verhaal kan vertellen, zijn angst, zijn grote verdriet. En het slachtoffer moest erkennen dat hij het gehoord had. De dader moest het leed ook erkennen van ik heb dit gedaan, maar hoefde geen excuses te bieden. Dus dat was... Wow. Voor hem wel een principieel ding. Dus je geeft de dader ook de vrijheid. Ja, je eist niks op. Nee. Maar de dader moest wel... Nee. Maar het moest wel gehoord worden. Dus de dader moest... Als hij niet opkwam dagen, dan werd hij berecht. Dus dan kwam je in een ander traject terecht. Dus je moest gehoord... De slachtoffer, ja, moest gehoord worden door de dader. Maar daar zit een enorm, ja, ik kan me voorstellen, want daar zit, waar we het net over hadden, als het dogmatisch wordt, ja, dan gaat iets dicht. Ja. En hier zit een enorme opening in. Klopt, ja. Maar het feit is ook, als je over waarheid hebt, daar kan je niet omheen. Nee, klopt. Nee. Daar zit niet een goed of kwaad bij een waarheid. Nee. En het werkt ook, ik bedoel, het is ook in privé situaties, toch? Dus het gehoord worden en van de ene kant en het eindelijk je verhaal kunnen vertellen, is al helend. Ja. Dus dat is, het, ja, ja. Dat is absoluut helend. En dat is moeilijk. En dat is ook voor een slachtoffer moeilijk. Ja.
En ik zit te denken aan al die Amerikaanse, al die, weet ik veel, celebrities en zo, die altijd die publieke excuses moeten maken. Ja, ja, ja. Ja, dat, ja. Is zo'n ritueel, ja, ja. Dat is zo'n popculture ritueel. I have sinned, toch? Ja. Dat is op een gegeven moment, ja, ja, ja. Maar dat is zo'n hilarisch, zeg maar, bijna toneelstuk. Ja, 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 klopt. Je, ja. Je voelt dan alles dat, ja, dit moet gebeuren. Ja. Een rite, ja, ja, passage, klopt. Ja, 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 ja. Ja. Maar daar zit dus niet de hand van Tutu in. Nee, nee, die zegt, nee. Je hoeft geen excuses te maken. Nee. Je moet alleen erkennen dat er iets is gebeurd. Klopt. En luisteren. Ja, en luisteren. En erkennen inderdaad. Ja. Ja. Want door mijn daad heb ik bij jou leed gebracht. Snap je? Maar dan, dat is genoeg. Ja. Ja, ik vind het prachtig. Oké, dat is stap 1. Ja. De grote stap. En dan komt er ruimte voor verzoening. En dan heb je daarna, dus de laatste stap, dat is, heb je twee keuzes. Of vernieuwen, dus relatie vernieuwen, of uit elkaar gaan. Maar nee, wacht even, de stap daarvoor is verzoening, zeg je. Ja, en dat moet... Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is mooi aan Tutu, dus een aartsbisschop, dus een geestelijke. Die had daar een heel ritueel voor. Dus die was, die markeerde dat met een moment... van een ritueel van verzoening. Ja. Weet je hoe ging dat? Ja, met gebed en de vreugde ook verwoord van een nieuwe toekomst. Dus werd gezongen, werd gedanst. Hè. Dus dat was echt een... Ja, alle zintuigen werden ook bij betrokken. Maar gebeurde dit, ja, met dader, maar, en, ja, slachtoffer? Dader en slachtoffer? Per dader en slachtoffer? Elke keer verzoening? Ja, of elke keer. Elke, ja, keer. Ja. Dus ik had jou iets aangedaan, zouden we samen daar en erbij, elke keer... En dan, nou ja, zijn persoon, je hebt ook zo iemand nodig om dat te dragen. Want zijn persoon heeft daar enorm aan bijgedragen. Ja. Dus ja, maar het werd telkens gemarkeerd. En dat is ook wel iets in Nederland waar we niet heel goed in zijn. Hè? Maar een ritueel is dan ook een soort, nou ja, een markeringsmoment, een rite. Ja. Die de overgang markeert ook. Ja, en daar wil ik het zo nog met je graag over hebben, over rituelen. Oké, dus er was een verzoening... Ja. En dat gebeurde op dezelfde plek, ja, in die, ja, zaal, in die, op het, ja, okay. Hij had ook een heilige ruimte die dan ontstond. Dus voor hem was dat ook, zei dus zoiets, dit is nu heilige grond waar we ons bevinden. En dat, nou ja, en vanaf dat moment werd het gemarkeerd. Dus het is zo'n spiritueel proces, hè? Dus niet een juridisch, maar een spiritueel proces. Ja. En ik vond heel knap dat ze daarvoor kozen, dus niet voor een rechtbank en straf, maar... Ja. Maar het is ongelooflijk, ja, dat ze daarvoor koos. Ja, 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 klopt. Het is, ja, ja. Het is bijna wat jij, als jij zegt, hè, als je echte vergiffenis, ja, geeft, dat is bijna, dat is verheven. Ja. Dit, ja, voelt bijna, dus dit kan eigenlijk, nee, niet, klopt, dat dit, nee, gebeurd is. Nee. Maar aan de andere kant, als je ook naar Nederland kijkt, hè, dat met omgang met slavernijverleden, willen we blijven etteren erover en ruzie zoeken en... ontkennen, aanvallen, dat is ook geen... En dan is het dan klaar met compensatie, financiën, dat betekent niet excuses aanbieden. Het is volgens mij is de kern van het probleem dat er niet erkend wordt. Dus er wordt niet geluisterd en wordt niet verteld. Ja, dus het is niet een proces waarvan je denkt, nou, we maken nu 2 miljoen over aan Suriname en... Nee. Het is klaar. Ja. Nee, en waar we het over hadden, als je nou hebt over inderdaad de afwezigheid van rituelen. Ja. We hebben hier geen, het is ook ergens onbeholpen, want we hebben geen vormen meer. Nee, nee. Om ons bezig te houden met vragen, nou ja, waar we het in het begin over hadden. Ja, 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 klopt. Ja, ja. Kut, we hebben een psycholoog nodig. Of we hebben, ja, 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 een huisarts, wie hebben we hiervoor nodig? Ik zat wel te denken, nu het in de Nederlandse setting, hè, zo'n waarheidsverzoeningscommissie. Nee, in Zuid-Afrika, de christelijke land, was duidelijk dat dat moet de geestelijkheid doen. Maar in Nederland, wie moet dat dragen? Een predikant heeft dat draagvlak niet. En een psycholoog, ja, dat psychologiseert. Dus dat is lastig. Mensen die boven, nou, wat jij zei, hè, de sjamaan, zeg maar, wie zijn bij ons nog de heilige beroepen? Ja, ja, geen idee. Niet. Dus, nee, dus, nee. Dus inderdaad, dat... Om zo daarna bij toe te komen, maar dat het idee, ik ben niet religieus opgevoed en ik zie steeds meer, en ik ben zelf, ik ben filosofie gaan studeren, maar, ja, eigenlijk wat daaronder zat, was veel meer over existentiële vragen. Ja, ja, precies. Ja. Het ging over, ja, wat betekent het om mens te zijn en, klopt, en, ja,
en zingeving, dat ik een, wat ik ja. een beetje een saai, heel Nederlands woord vind, ja, zingeving, ja. zeg maar. Ja. Want het zou een heel veel mooier woord mogen ja. hebben, maar ja. ik weet het niet. Valt ook niet te vertalen, althans, ik moet wel eens in het Frans verhalen houden. Zingeving vind ik echt een, ja, het is echt typisch Nederlands. Ja. Wat wordt het dan in het Frans? Ja, dan kom je meer bij KFG, maar je hebt... nou, noem ze andere woorden, reflectie, reflexion. Kom je dan meer op, maar ja, donner du sens is dan zin geven, maar ja. dat is geen woord. Nee, nee. dat is letterlijk... Nee. Ja. Nou ja, en in die, maar toen kwam ik ook steeds meer van, oké, waar zijn nou de plekken waar je het daarom ja. kan hebben? Ja. En ik was echt een militante atheïst in mijn studententijd. Ja, ja. Hyperrationeel en allemaal onzin. En het moment dat je daarin ging geloven was voor mij het moment dat je eigenlijk af had gedaan als mens. Ja, ja. En steeds meer begon ik in die verhalen te komen en denk ik, oh, wacht eens even. Er wordt hier iets overstijgends verteld. Ja. Dat zijn pogingen van de mens om in die mythe en die verhalen iets te vertellen. Ja, ja. En toen ik steeds meer, je hebt het vorige keer over gehad toen we elkaar een keer spraken, ja. maar... Dat we die religie, dat weg is, de dogmatische kant, daar kan je best ja. denk ik positieve dingen ja. over zeggen. Maar daar zit wel een baby in dat badwater die weggegooid is. Ja, we alles in één keer, binnen één generatie hebben ja. we alles weggegooid. En binnen ja. één generatie weggooid, ja. wat, ja. En ik denk dat voor mij is het zo belangrijk inzicht, het gaat niet over christendom. Nee. Het gaat niet over jodendom of over islam. Voor die monotheïstische godsdiensten, ja. die vragen die zijn er ja. wel. En het christendom heeft een paar geweldige dingen gedaan, ook tactisch gezien. Is bijvoorbeeld kerst, de geboorte van Jezus, op 25 december geboren laten worden. Met het licht in het donker, hè, dat wij, en al duizenden jaren zijn er verhalen. In de donkste dagen die hoop bieden, perspectief en de nieuwe toekomst. Ja. In het voorjaar, hè, als de natuur opkomt, ja, dat is Pasen, dat is de opstanding van Jezus. Ze hebben heel slim, ja. hebben ze eigenlijk dat natuurreligie hebben ze geclaimd. Ja. En Jezus ja, opgezet, ja. zeg maar. Maar daardoor ga je Jezus ook snappen. Als ik aan mijn kinderen de opstanding moet uitleggen, dan zeg ik, ja, de natuur, nu gaat alles dood in het najaar. Maar toch wordt ergens de kiem gelegd en alles, het gaat door. Ja, dat is het wonderbaarlijke van leven en dood. Ja, je ziet het voor je ogen. Ja. Je ziet nu november met de storm, het gaat gewoon allemaal dood. Ja, ja, klopt. En dan is het een maand lang, is het bijna is het dood stil. Ja. Ja, ja, ja. En dan? Ja. En dan ontkiemt, ik sprak, mijn buren zijn met hun tuin bezig. En die man zei, ja, maar nu moet je juist zaaien, want... Onder de grond is er nu aan het ontstaan. Ja. Dus, ja. En even kijken, want ik ben altijd in het gevaar dat ik altijd 12 verschillende lijntjes heb die ik interessant vind om te volgen. Maar één daarvan is Tutu. We zijn bij verzoening. Ja. Het spirituele ritueel is geweest. Ja. En dan? Is dat het einde? Is dat, je zei ja, dat oh nee, nee, nee. Laatste stap is vernieuwen of afsluiten. Dus... Dan hebben wij een keuze, we hebben ruzie gemaakt. We zijn weer verzoend. Oké, Louis, ik snap, ik heb jouw verhaal gehoord. We zijn weer verzoend. Maar dan kan ik ook zeggen, ja, maar het is wel de laatste keer dat ik met je wandel. Dus we gaan als goede vrienden uit elkaar. Ja, maar we gaan wel maar degelijk weer uit elkaar. Ja, dus die keuze is op dat moment volgens Tutu. Of vernieuwen, ja, dat is het prachtig als dat gebeurt. Ja. Wat gebeurde dat? In Zuid-Afrika? Ja? Nou, niet bij allemaal, want dat soort de Afrikaners, hè, dus de blanken van Nederlandse origine die apartheid echt gevormd hebben. Een aantal kwam naar die commissie, waaronder een oud-president, en trok zich daarna terug in Oranje Staat, dus zo'n Afrikanenstaat in Zuid-Afrika. Dus we willen geen zwarte zien. En Mandela, die... ook wel oog voor symboliek had, die is een keer gaan bezoeken. Die zegt van, oké, we gaan uit de Kamer, ik ben wel jullie president, dus ik wil eens zien hoe het hier aan toe gaat, maar dan ga ik ook weer. Ja. Dus die keus was er ook. Ja. Ja. Dus niet opgelegd. En als we het nou hebben over het verlies van rituelen en van verhalen in onze tijd, en als we het over verzoening en vergeving hebben, wat is nou een...
Nou, twee verhalen zou ik, ben ik wel benieuwd naar. Eén is het verhaal van deze tijd. Als we het nou hebben over aanslagen en over, ja, ja, over haat, ja, die, ja, die opkomt. En ja, ja, onthoofding, ik ja, bedoel om het gewoon maar bij, ja, 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 de naam, ja, te noemen. Ja, ja, ja. Dat is ook ergens een ja, dat is symbolisch. Ja, 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 ja. Dus, ja. Welk verhaal komt daar naar boven als je kijkt naar de Bijbels? Verhaal en een ander verhaal. En misschien moeten we beginnen bij de onthoofding en dan eindigen bij een, is er een, het vergevingsverhaal. Ja, nou, onthoofden, wat bedoel je dat, de achtergrond daarvan? Of de... Nee, ik bedoel meer van, ik dan sta je voor, ik denk ook veel christelijke schilderijen of schilderijen. Ja, 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 ja. Met, onthoofden. De, ja, ja. En daar zit zoiets iets oergruwelijks in. Ja, je had Johannes de Doper, die Salome is een opera van Strauss. Oh, ja. En Salome is verliefd op Johannes de Doper en Johannes de Doper niet op haar. Maar ja, dat, en dat is de laatste scène uit die opera, dan heeft ze het hoofd in haar handen, ja, zegt ze, ich hab dein Mund gekust. Ik heb je eindelijk gezoend, maar dan alleen het hoofd. Ja, maar dat is natuurlijk volstrekte waanzin. Maar ik zag ook foto's in de koloniale tijd, in Algerije, Fransen met allemaal hoofd van Algerijnen voor zich. Ja, dat is blijkbaar iets oers om dat te doen. Ja, ja. Maar het is ook wat meest mensonterende, toch? Het ja, hele proces en... Je bent, ja, aan het, ja, je bent aan het onthoofden. Het is echt, ja, je haalt je hoofd eraf. Ja, ja, is gewoon datgene een soort, wat misschien wat het meest eigen is aan ons. Ja, ja. En zo hard. Ja, dus dat... Ja. En dan zei je een verhaal over... Nou ja, waar die vergeving... Ik was nog even aan het nadenken hoe groen... Nee, maar het heeft een het, je voelt het. Het woord alleen al. Ja, ons hoofden. Ja. Het is, ja, zo, ja, zo gruwelijk. Ja. Ja. Dus ik was nog niet toe, ja, ja, nee. Ik merkte het nog niet toe als nee, vergeving. Nee, dat beeld. Nee, ik dacht, ja, misschien moet ik nog even eerst een verhaal, ja, van, ja, 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 van de wraak. Die zijn, ja, er, ja, ja, ook, precies. Maar ja, laten we het raak, maar overslaan. Ja. Volgens mij, ja, zien we dat genoeg om ons heen. Ja. Wat wel trouwens, wraak wel, als je het nou hebt over... Het is wel begrijpelijk. Wraak, ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, maar in zekere zin zorgt onze wet daar ook voor. Een wraak zit, deze man is, ja, dan denk ik, mijn primitief gevoel zegt al ook op zo'n moment, het is jammer dat hij niet vermoord is. Dat is mijn eerste reactie. En dat, wat Rutte toen ook zei over Syriëgangers, van mensen die daar zulke verschrikkelijke moorden, ja, het is ook maar beter als ze daar doodgaan. Ja, het gaat volstrekt in tegen al mijn principes, maar het is wel mijn eerste reactie. Van, nou, om het maar even op te gaan naar de verzoeningscommissie. Het, ja, is essentieel, ja, dat je de waarheid die ten diepste, ja, wat je voelt, als je dat niet gaat erkennen. Nee, klopt. Ja, 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 precies. Dan, ja, ben je jezelf, ja, aan het verdoen. Nee, ook. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, dus dat is de eerste reactie. Ja. En dan? Ja, we hebben gelukkig het recht. Het recht zorgt ook wel voor een zekere wraak, toch? Dus kom nu een rechtszaak tegen deze man en heilige beroepen. Paul Schnabel zegt, ze waren vroeger drie heilige beroepen. Huisarts, de dokter, de dominee, de priester, de dominee en de rechter. Ja. Nou, de huisarts is eigenlijk al niet meer, want we vragen een second opinion. En dus dat, nou, dominee ook niet meer. De rechter is eigenlijk het laatste heilige, gezalfde beroep in de tijd, als katholiek. Het gezalfde beroep. Maar dan gaat Wilders dan aan sleutelen. Dus dat... Dat is maar de vraag, maar in zo'n proces, denk ik, de wraak is dan de rechter op dat moment zegt van nou, jij moet 20 jaar de cel in. Dat is dan een beetje de wraak van de samenleving op deze man. Van je mag 20 jaar niet met ons meedoen. Ja, ja, maar als je het zo zegt, kan er rechtvaardigheid in wraak zitten? Nee. Ja, recht gedaan worden. Ja, precies. Ja. Dus er wordt recht gedaan vanuit een... Zoals jij het omschrijft, ja, van nu, wraakzuchtig recht. Ja, ja. Maar kan er in wraak dan rechtvaardigheid zitten? Het voelt rechtvaardig. Het voelt niet rechtvaardig als het niet zou gebeuren. Dus, maar misschien is dat ook omdat we gewend zijn om zo te denken. Ja. Dus het zou niet rechtvaardig om te zeggen, goh, je hebt inderdaad slechte jeugd gehad, dus ga maar weer, toch? Ja. Dat voelt niet rechtvaardig naar het slachtoffer toe. Ja, ik weet het niet. Ik
Nee, het voelt inderdaad niet rechtvaardig. Dat is ten eerste. Maar ik zit nu te denken, stel nou dat het recht wordt gesproken door een verzoeningscommissie. Ja. Waarin de opties allemaal op tafel liggen. Ja, zoals in Zuid-Afrika. Ja. Ja, dus dan zeg je, stel dat bij een rechtszaak of bij een onrecht. Wat is aangedaan? Want onrecht heeft niks te maken met wet. We proberen met wetten rechtvaardigheid en proberen we te formaliseren. Ja, nee, we verwachten, omdat we die morele taal zijn kwijtgeraakt, verwachten we heel veel van het recht. Ja. We denken dat het is. Nee, klopt. Ja. Wat ook onzin is. Ja, wat weer te weerbarstig verwoorden is. En wat ook een uiting is, en dat is misschien ook wat jij zegt, van ons kleine mens zijn. Ja. Ja. En dat is oké, want we zijn kleine mensen. Ja. Maar als je het hebt over echte rechtvaardigheid, goddelijke rechtvaardigheid, universele rechtvaardigheid, dan komt het verhaal van de verzoeningscommissie, denk ik, raakt. Ja, absoluut. Ja. Ja, en het is een ander punt van ons wat raakt. Want als ik denk aan 1947, de processen. Nuremberg? Ja, precies. Ja. Dat is tegenovergesteld. Ja, klopt. En daar van dag toe toe, dat moeten wij niet doen. Oh ja? Ja. Was dat echt En Mandela vooral. Maar het is ook omdat Afrika veel meer gevoel voor spiritualiteit heeft nog. Dus ze dachten, het is geen juridisch vraagstuk, maar een spiritueel vraagstuk. Ja. Hoe worden wij weer heel? Hoe kunnen we elkaar weer zien? Ja. Is dat ook iets gelijkwaardigs, hè? Dat die zwarte en die witte, die vroeger elkaar negeerden, hè? En superioriteit enorm. En dat gelijkwaardig in zo'n rechtszaak. De symboliek was al. De witte moest luisteren naar de zwarte. Ja, wat daarvoor nooit gebeurde. Dus daar zat al, denk ik, heel veel in. Ja. Aan eerherstel. Ja. Ja. Maar dat is toch, denk ik, is het recht er alleen voor straffen, of heeft het recht ook het doel in zich om te herstellen? Vergeving in het recht. Is er plek voor vergeving in het recht? Ja. Of heeft het recht alleen maar te maken met straffen? Ja. Ja, vind ik, dat is voor mij de meest wezenlijke vraag over het recht. Ja. Je hebt Geert Korstens, oud-president van de Hoge Raad, die heeft daar een boekje over geschreven. Ja, heel boeiend. Hij pleit voor vergeving. Zegt, het moet veel meer gaan over het herstel van... Ja, je noemde het woord helen inderdaad. Er zit ergens iets, het breekt ons steeds verder, het fragmenteert ons steeds verder als we doorgaan op die weg van haat op wraak op haat op wraak. Ja, klopt. Ja, ergens moet je die spiraal toch zien te doorbreken. Ja. Maar ook niet helemaal, dus er zit... Nee, maar ik bedoel, hard maar rechtvaardig. Ja, klopt. Er zit ook een hardheid. Ik bedoel, de waarheid kan ook hard zijn. En de mens moet geconfronteerd worden met zijn falen. Dus, maar ik denk wel degelijk dat... En het is vaak ook niet klaar met het recht, toch? Niet zo dat er is een straf uitspook. Oké, dat is het. Nee, dan blijft er toch iets hangen. Nee, niet zoiets. Ja. We hebben geen ritueel daar eigenlijk voor. Nee, ook niet. Nee. En misschien wel een van de allermoeilijkste, dit is ook volgens mij iets als je terugkijkt naar duizenden jaren, een van de moeilijkste zaken. Ja. Dus dit vraagt van een mens zoveel. Klopt, om hier overheen te stappen naar rechtvaardigheid. Ja. Als jou iets is aangedaan. Ja. Maar inderdaad, nu, de tijd speelt ook een rol, maar zo'n daden vergeven is ongelooflijk lastig, maar toch... van die aanslagen, hè? Maar, en ik bedoel er zeker niet om goed te praten, maar het heeft ook te maken met hoe rijk wij hier zijn. Het heeft, en daar arm. En het heeft ook te maken met onbegrip over godsdienstvrijheid. Dat zo'n cartoon... Ik sta achter godsdienstvrijheid, maar het is eigenlijk heel raar dat het moet, toch? Een beetje expres mensen kwetsen. Oh, je staat achter vrijheid van meningsuiting. Ja. Dus het is een hoog goed, maar... Ja. Nee, je zegt godsdienstvrijheid. Dus dat godsdienstvrijheid, ja. Nou, hangt er wel mee samen, inderdaad vooral meningsuitingen. Dat je mag zeggen wat je wil. Ja. En ook religie mag beledigen. Ja, dat is voor meeste mensen volstrekt onbegrijpelijk. In Tunesië bijvoorbeeld, waar deze jongen vandaan komt. Ja. Het is gepolariseerd. Dat is denk ik een heel helder voorbeeld. Ja. Van waarin we hebben, dit is het hoogste goed. Ja. Dus dat gaan we op elke manier laten zien. Ja. En toch ook wel de...
wat ook wel speelt is, Europa is zo snel gedespiritualiseerd. Dus, ja. Geseculariseerd. Dat er niks meer. Ik denk dat dat ook voor moslims hier, nou ik weet het niet, wel vaak hoort, gewoon heel verwarrend is. Dat je bijna beter kunt verhouden tot een christen. Dat je ook ziet moslims graag hun kinderen naar protestantse scholen sturen. Omdat daar tenminste nog over God gesproken wordt. Maar als dat er niet is en vrijheid wordt een soort God, dat is ook ontwrichtend. Ja. Ja, dus daar speelt, nou, die vraag speelt ook. Niet om het goed te praten hoor, maar daar zit zoveel. Nee, maar het zijn wel vragen die. En nogmaals, die cartoons, het is geen sprake van dat niet meer zou mogen. Maar het is ook niet zo dat die cartoons nou het toppunt zijn van onze beschaving, toch? Ik vind het ook wel gelukkig als ik naar kijk. Ja, ik denk ook niet van dit is wat wij zijn. Wij beledigen elkaar. Zoals ook, ik ben daar gewend, maar dat Joep van Teck en anderen altijd maar weer Jezus belachelijk maken en het geloof. Ja, het doet me niks, maar het is wel pijnlijk, vind ik. Het doet me wel wat, eigenlijk. Ja. Ja. En hoe dan? Hoe doet het? Nou, het is wel iets wezenlijks, een groot onderdeel van mijn identiteit, dat belachelijk gemaakt wordt. Ja. En ik denk dan niet van, ik ga Joep onthoofden, maar ik denk ook wel, waar heb je het voor nodig? Weet je, en dat, bij die cartoons kun je ook, natuurlijk moet het kunnen, maar de vraag is, moet je het ook willen? Ja. Moet je die ruimte willen innemen? Ja. Ja. Ja, ik merk gewoon hierin, eigenlijk nu je aan het praten bent, merk je hoe gelaagd dit is. Ja, ja. Dus er komen zoveel ideeën en reacties nu op. En geen idee. Ja. Nee. Het is zo gelaagd. Klopt. Ja. Want het is ook een symbool van vrijheid van meningsuiting. Juist. Klopt. Tegen dat idee dat je niet alles mag zeggen. Ja, 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 ja. En tegelijkertijd zit daarachter weer, maar daar zit een idee achter dat je de vrijheid hebt om jezelf te laten zien wie je bent. En dat is meteen niet de bedoeling dat je daarmee gewoon maar iedereen moet gaan. Nee, want je hebt inderdaad ook de keerzijde. Ja, ja. Maar dat is juridisch kan het. Ja, ja. Nee, je wil ook geen staatspolitie die er gaat zeggen, dit mag wel, dit mag niet, toch? Ik bedoel, die vrijheid is ook een groot goed. Ja. Maar ik merk gewoon de gelaagdheid als in van, ja, ik begrijp, ik ben het met tegenstrijdigheden eens. Ja, ik ook. Ja. En ik denk ook, ja verdorie, wij als christenen hebben het ook maar geaccepteerd. Op een gegeven moment valt nu wel mee, het is een beetje passé, maar dat de opzichter, Joep van Teck, godverdomme, en ik denk, ja, heb je dit allemaal nodig? Hè? En de kerk belachelijk maken, die columns van hem, heel van de tijd, het gaat altijd over kerk en oranje. Je kunt niet verbieden, maar is dit nou, waar is het goed voor? Als jij nou, dus eigenlijk moet jij met Joep in een verzoeningscommissie. Ja. Ja. Nou, nogmaals, ik heb er nog geen seconde minder om geslapen hoor. En ik, nee, maar ik denk wel ondertussen. Dat er wel degelijk. Het doet wel pijn, dus, of pijn, dus wel groot gezegd, want het is zo belangrijk, vind ik hem een tegendeel. Maar, en ik snap de ironie, maar ik denk van het moet ook niet expres zijn om het pijn doen, zeg maar. Ja, wat is de uitspraak van geen stijl en nodeloos kwetsend? Ja, ja, ja. Ja. Toch? Ja. Maar eigenlijk is het ook een. Het zal geen pleidooi zijn, maar ik hoor er dan in. Het is belangrijk, het is mooi om op een empathische manier naar elkaar te kunnen kijken. Ja. En dat vraagt. Klopt, ja. En dat vraagt wederom in die open blik. Ja. Eigenlijk wil je het leven openen. Ja. Dus als je het hebt over die gesprekken, is het gewoon, je wil nadenken over de man die de aanslag pleegt. Ja. Ja. En niet meteen in. Nee. Ja, en toch ook de vraag, maar ja, dat biedt zo iemand een tweede kans. Ja. Toch? En kan zo iemand, wat doe je met zo iemand? Je gooit hem de rest van zijn leven, is gewoon dat leven nu klaar? Of kunnen we het bedenken als samenleving, nou, er moet uiteraard iets tegenover staan, dat een therapie ook niet verkeerd is, en daarna, als dat is, dan vertrouwen we het en dan mag die wat ons betreft. Ja. Ja.
We komen eigenlijk terug bij de vraag van rechtvaardigheid. En kan wraak rechtvaardig zijn? Of zitten we eigenlijk op een heel doods spoor met onze manier van denken? En grappig genoeg denk ik dat we heel veel sporen hebben die dood zijn. Alleen, we kunnen ons niet daaraan onttrekken bijna. Nee. Het is een beetje... misschien kan een verhaal ons verheffen, Joost. Ja, precies. Want ik denk, in een verhaal zitten denk ik ook tegenstrijdigheden en paradoxen die alleen in een verhaal opgelost kunnen worden. Ja, klopt. Ik vond het heel interessant toen jij net, voor mezelf heel interessant, toen jij net aan het praten was over hoe het je raakt, toch, hè, als er over Jezus of godverdomme... Ja. En als je gaat nadenken over die cartoons, en moet je dat nou willen? Ja. En ik vond het gewoon intrigerend om bij mezelf na te gaan dat ik allemaal conflicterende gedachten had. Ja. En dat is eigenlijk een beginpunt van nieuwsgierigheid. Dat klopt. Ja. Dat kan een beginpunt van nieuwsgierigheid zijn. Maar hoe zit dat dan? Ja. Want ik ben het volgens mij met de ja en de nee zeggen. Ja, klopt. Ja. Ja. En volgens mij zijn dat de punten in het... Ja. bestaan die zeer de moeite zijn om te onderzoeken. Precies. Ja. Maar waar je geneigd bent om van weg te lopen. Ja. En waar ook geen zekerheid willen. Ja, maar die zekerheid is er niet. Dat is juist het. Het begin. Ja, toch naar elkaars verhaal luisteren. Dus dat je als cartoonschrijver zegt: dit is zo belangrijk en is een spiegel en dat verwoord wat niet mag en het geschenkt vrijheid om taboes te doorbreken. Nou, als je het zo uitlegt, dus het is niet alleen om te shockeren, maar het heeft echt een functie. Ja. Als je dat verhaal hoort en het verhaal van mij, als ik zeg van ja, dat als iemand vloekt in mijn omgeving, doet dat pijn. Ja, want het wordt toch, wat voor mij heilig is, wordt in een rare context gebruikt. Ja. Dus dat verhaal. En blijf het vooral doen, maar weet wel wat het doet. Ja. En ik denk dat een. Hetzelfde, en dan heb je het over samenleving, maar uiteindelijk gaat het over jezelf en over een relatie. Ja. Elke relatie die je hebt, die blijft levend als je dit naar elkaar uitspreekt. Klopt. Je ziet van die mensen die dan 60 jaar getrouwd zijn met elkaar, dan doet die ene, die eet dan mais, of die eet dan weet ik veel iets. Ja. Alleen dat doet hij al zo lang op een bepaalde manier en dat is verschrikkelijk voor die ander. Ja, ja, ze zitten helemaal vast in elkaars ellende. Ja, geweldig. Omdat op een gegeven moment is iets gestold. Ja. En er was niet meer, het stroomde niet meer, niet meer open. Nee. En volgens mij, uiteindelijk is een samenleving is een experiment bijna. Want het is en het is continu in verandering. Klopt. Ja, en nieuwsgierigheid heeft ook mee te maken, toch? Openstaan, je eigen waarheid in twijfel durven trekken. Ja, dat is denk ik, dat is nogal een belangrijke. En waarheid is daarin ook een moeilijke, want waarheid geeft zekerheid. Ja. En dat vindt de mens fijn. Klopt. Dus een waarheid van jezelf in twijfel trekken, dat vraagt klopt. Ja, nee, dat vraagt veel van je. Ja. Oké, terug naar nu zijn we naar verhalen. Dus het verhaal van, een Bijbels verhaal van vergeving. Ja. Komt er dan een naar boven? Ja, ik noem de verloren zoon, bijvoorbeeld. Die, de zoon die tegen zijn vader zegt, geef mij mijn deel, want ik heb hier geen zin meer in. Geef me deel van erfenis, ik ga feest vieren. En die vader heeft twee zoons? Twee zoons, ja. De oudste en de jongste. En de jongste die heeft geen zin meer om in dat huis te blijven. Dus zegt, geef me mijn deel van erfenis en ik wil nu zelf op weg. En ik ga doet alles wat niet mocht. En die andere zoon die blijft trouw bij zijn vader. Ja, en die helpt hem op de boerderij. En opeens is de jongste zoon is alles kwijt. En heeft geen eten meer en voelt zich ellendig. En zegt, ik ga terug. En dan moet hij me maar aannemen als arbeider op het veld of iets. Maar dan hoop ik dat mijn vader me niet wat te eten geeft. Maar compleet in... nederigheid, alles heel nederigheid. Ja. En dan komt hij aanlopen van ver en dan vader ziet hem en die zegt meteen, het gemeste kalf moet geslacht worden. We gaan feest vieren, want mijn zoon is weer terug. En hij was dood en is weer tot leven gekomen. Dus het was voor hem echt wel een doodse weg, zeg maar. Hij had het verloren zoon, dus was echt gewoon klaar. En
En als die oudste zoon is boos, hè, dus die zegt, ja, en ik dan? Want ik ben niet altijd elke dag en voor mij niet eens een geitenbokje, zegt hij. En dat is niks. Ik ben nooit blij met wat ik allemaal doe. Ja. Maar dan zegt hij, ja, maar jij bent altijd bij mij. Heeft ook wel iets van angst. Maar goed, het verhaal is gericht op die verloren zoon. Dus het gaat over vergeving. En wat ik wel mooi vind eigenlijk van die oudere zoon is dus dat in vergeving zie je dus ook weer de kwetsing. Hè? Ja, dus ja, klopt. De relatie van, hij wel. Ja, ja. En ook wel jaloezie misschien. Ja. Hij wel, toch? Ja. Lievelingetje. Ja. We waren het bij schapen, maar dit is dan niet het zwarte schaap uiteindelijk, toch niet? Nee. Maar het verloren schaap en verloren zoon, die verhaal zit in hetzelfde hoofdstuk. Dus die volgen elkaar. Ah. Ja, dus dat zit wel in hetzelfde. Dat is gewoon de aandacht voor het verlorene. En dat proberen weer te herstellen. En ik heb ooit een boek gelezen, dat vond ik echt geweldig. Dat heet The Gospel According to Jesus. Ja. En dat is van Stephen Mitchell, volgens mij. En die heeft ook een prachtige vertaling van de Tao Te Ching geschreven, die ik zelf heel mooi vind. Heel poëtisch. En die heeft, ik bedoel, voor zover dit allemaal mogelijk en kan, hè, maar die heeft het Nieuwe Testament gelezen en heeft gekeken waarvan hij denkt, hierin spreekt Jezus. Ja. Dus er zijn natuurlijk heel veel teksten en heel veel verschillende schrijvers, maar waarvan hij denkt... Ja, dit is authentiek. Ja, dit is authentiek. Ja. En... En volgens mij op basis zelfs van, je had een oud-president van de Verenigde Staten in de 19e eeuw, Jefferson. De Jefferson-bijbel. Ja? Ja. Nou, die heeft volgens zijn eigen bijbel geschreven. Oh ja. Nee, die heeft gewoon gezegd, dit is voor mij de... Ja. Dit is van Jezus en de rest is geassembleerd. Of dat is daar is hij op doorgegaan. Ja. En wat ik heel boeiend daarin vond, was dat Jefferson volgens mij schrijft. Dan schrijft hij aan een andere oud-president of aan een... Ja. Van dat hij ook daarin zegt van, ja maar... je ziet hier de buiten- en de binnenkant. Zo klopt. En er zit een hele vengeful Jesus soms in. Ja. Die hij niet herkent. Nee, dat klopt. Nee. En hij haalt daar een bepaalde... Nou, en die Stephen Mitchell gaat erop door. En die haalt ook dit verhaal aan, volgens mij. Natuurlijk niet, natuurlijk niet met het Nieuwe Testament. Nee. Maar waarin volgens mij het ergens over gaat... dat het moment dat je als... Je kan pas vergiffenis krijgen als je het echt vraagt. Ja. Nee, dat klopt. Ja. En, maar dat je tot dat punt moet komen waarin je het... Je vraagt het van... Je krijgt het op het moment dat je het echt vraagt, zeg maar. En dan hoef je nog niet eens van die ander te krijgen, maar soort van... Pas dan kan je het krijgen. Ja. Wezenlijk. Ja. En ik vind dat een mooi verschil tussen taal en wat er eigenlijk aan de hand is. Dus over die Amerikanen waar we het over hadden, die geven allemaal hun excuses. Maar daar gebeurt niks. Nee, klopt. En dan komt die zoon terug en dan gaat hij op zijn knieën en dan is het volgens mij meteen sta op. Het is meteen, het is klaar. Klopt. Je bent vergeven. En die vergeving gaat vooraf aan excuses. Volgens mij, hij zegt, er komen helemaal geen excuses. Te sprake. Nee, het is zo. Ja. Het is zo. Ja. En die open armen, hè, dat is de vergeving. Ja. En voor mij is dat de kern van mijn geloof ook. En dat God je ook nooit zou vastpinnen op wat er misging. Dus ik heb niks met een straffende God of een God die bijhoudt wat je goed of slecht hebt gedaan. Maar die vergeving is daar. Hoe je God ook voorstelt, maar dat geeft zo'n ontspannen spirituele grond. Dat je, voor God altijd weer een nieuwe kans hebt. Ja, het is goed. Elke ochtend is weer, ben je weer een beginneling. Ja. Dus je moet, natuurlijk zit je vast aan het verleden op allerlei manieren, maar spiritueel gezien ben je elke ochtend weer een beginneling. Hoe ben jij zo tot die ervaring gekomen? Of hoe is dat ontstaan? En daarbij dan de vraag, hoe ben jij tot dominee gekomen? Ja, niet, het is geen familie aangelegenheid. Dus ik ben de eerste in de familie. In het buitenland opgegroeid. Dus in Zwitserland en Senegal. En daar wel ervaren van in Senegal, West-Afrika, hoe belangrijk spiritualiteit is. Ik had katholieken, veel moslims in de klas. Hoe oud was je? Tussen 11 en 17. Ah, ja.
Ja, hele vormende jaren, maar... hele respect voor zo'n bijzondere school, Jezuïten. En die enorm interesse hadden in de ander. Maar niet dat de een beter was dan de ander, maar er werd wel eindeloos gedebatteerd of gesproken. Van hoe doen jullie dat? Jullie feestdag vasten, dat. Een soort interesse in elkaar die gestimuleerd werd. Ik dacht wel raar, want we hadden nooit over verkering of over liefde. Dat waren altijd intellectuele gesprekken. Dat is absurd eigenlijk. Wat een politiek werd doorgenomen. En heel raar. De hele materie die was bijna weg daar. Er werd enorm gestimuleerd door de filosofie als belangrijk vak. Ja, dat was een geweldig docent ook. Die dan, wat is een gelukkig leven? Dus schrijf maar op. En dan, ja, vier kantjes of zoiets. Ja, dan ging je uit het niks. Ja. Een vraag die niet, toen ik net filosofie ging studeren, dacht ik, hè? Waarom hebben we het hier niet over? Ja. Wat is een goed leven? Daar hebben we het niet over. Nee. Dus je moet dingen leren en dan kan je meedoen met die maatschappij. Maar ga door, sorry. Nee, dus, en toen ook de kracht van het geloof ontdekt. Dus maar te goede, hè, hoe dat mensen vormt. En ook wel... Maar wat betekent dat? Betekent dat, was dit nog de uiterlijke? Dus zag je het bij anderen of voelde je het bij jezelf al? Nee, ook wel bij mezelf. Het trotsbesef, denk ik. Maar ook wel de trots om in een protestants traditie, we gingen dan naar een protestantse kerk af en toe, de trots om in die traditie te staan. Protestants, ik mag het zelf denken. Ik heb niet iemand die namens mij wat zegt. En ik heb zelf een verhouding tot God. Ook wel een fascinerend dominee was zij, heel maatschappelijk. Dus dat kritische van protestanten trok me ook aan. Je voelde jezelf, de traditie stond je intellectueel aan. Dus stond je misschien ook qua gevoel van de openheid en kritiek. En ook wel, ik heb een band met God. En niet katholiek en moslims meer hebben van... Je hebt een band met God door 5 keer per dag te bidden, door te vasten, door de biecht, door de sacramenten bemiddelen. En ik dacht, als ik wandel, dan wandel ik met God. Dus als ik God... Ik heb geen ritueel nodig. Ik kan bij God terecht. Dus eigenlijk heel intiem, een intiem contact met God. En ik denk ook wel... Vaak nagedacht in die tijd van waar hoor ik nou thuis en wat als expatkind en veel verhuisd. Ja. En dat vond ik die ervaringen heel spiritueel van ik ben thuis, ik ben thuis zeg maar, bij God. Ik ben een openbaring was, zo zeker niet, maar meer een soort besef. Langzaam wat gewoon steeds dieper werd. Ja. Zoals dat, zeg maar, een seculier iemand zou zeggen, ik ben thuis in mezelf. Ja precies. Ja. Ja. Maar ik heb gewoon... niet nodig om een stuk grond, hoeft niet. Nee, thuis is een ervaring en niet een gegeven. Geen plek. Geen plek, ja. Dat is best wel bijzonder. En misschien ga ik kort door de bocht, maar ik kan me voorstellen dat je kan pas iets vinden als je op zoek bent. Maar misschien is het niet waar. Maar ik kan me voorstellen dat wat je vertelt, een plek die... Ja, je bent in een... Ja, je gaat nadenken over wat dat betekent thuis. Ja, ja. En dan opent er iets in je. Klopt, ja. Kan ik me voorstellen. Ja. En het overweldigd zijn heb ik ook vaak wel... Nou, in die tijd al hoor. Van de natuur, muziek heb ik altijd... Ik ben altijd veel met muziek bezig geweest, dus... Viool was ook altijd een soort thuis. Snap je? Of de klanken van muziek. Toen dacht ik, ik stapte in de auto en toen klonk er iets prachtigs. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook gewoon thuis eigenlijk. Ja, het kan een paar minuten zijn, maar dat... En het is ongrijpelijk, dat is denk ik het mooie van muziek, is dat... We proberen daar allemaal woorden aan te geven, maar het is allemaal zo heerlijk onbeholpen. Ja, want precies. Ja, ja. Muziek is muziek. Klopt, ja, ja. Het is ervaring. Ja, ja. Er is een man en die heeft veel over, dat is een ontdekkingsreiziger en die heeft veel over stilte, heeft hij een heel klein boekje geschreven, maar die vertelde over dat hij dan wel eens met een groep bij de fjorden ging lopen en toen van tevoren deelde die briefjes uit met yes, we know, it's very beautiful. Zo van,
Houd die ervaring bij jezelf. Ja, ja, ja. ja. Zodan, ja. Dus ja. Heel, maar laten we... Ja, 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 kijk maar. Precies. Ja, mooi. Ja. Het heeft niet wezenlijk toegevoegde waarde uit te spreken. Nee. Ja, dat is het raar van mijn vak, hè. Predikanten draait om die ervaring van God, zeg maar. Dus transcendente ervaring. Boven jezelf uitstijgen, verbonden eenheid met de natuur, met muziek. Daar draait het om, maar het is aan de andere kant ook niet in woorden te beschrijven. Door elk woord is een woord te veel. Dus dat is het paradox van mijn werk. Ja. En ook in gesprekken, wat eerder, ik kom bij mensen op bezoek, veel. En nou, ik had gisteren, iemand noemde een ervaring van... Over een goddelijke ervaring, dat klinkt wat, maar iets transcendents. En toen dacht ik, ja, dit is het. En nou, dan keuzen we daarna een beetje, praten we een beetje verder over van alles. Maar ik denk van dat moment, daar draait het om. Ja. Ja, ja het is een soort woorden geven aan het onnoembare. Dus ja, dat, per definitie is dat... Nee, daarom. Het ja, is ook een hele flauwe vraag. Ja. Maar jij ervaarde dat in Senegal. Ja, ook. Ja, nog steeds wel, hoor. Dat we, ja. Maar daar, daar begon het, zeg maar. Ja, daar, ja, precies. Ja, 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 ja. Het is, dat is ook trouwens, wat ik, ook in alle culturen, door de mensheid, door iedereen, is dit altijd het beginpunt geweest van verhalen en ervaringen. Ja, klopt. Ja. Dat het is, ja, laatst hadden we Klaas van Egmond en die noemde het dan in een hele westerse term, omgevingsbewustzijn. Ja, ja, ja. Het samenvallen met alles. Ja, ja, ja. Klopt. Ervaring van eenheid, voor mij is God ook overal, hoor. Dus ik vind het godsbeeld van Spinoza, zeg maar, God in de natuur. En ervaren dat je daar ook onderdeel van bent, uitmaakt. Ja. Dat is het een goddelijke ervaring. Ja. Wat ook maakt dat je tot een ander verhaal. Dus ik kan me voorstellen in zo'n gesprek, als je daarover hebt, dat is het ultieme beginpunt van een gesprek. Want je weet jezelf ten diepste allebei verbonden daarin. Ja, precies. Ja, ja, ja. En je bent daarin ook niet heel veel anders van elkaar. Nee, 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 klopt. Nee, dat is een enorm herkenningspunt. Ja. Ja. En om heel even dat toch de chronologie in Senegal werd het toen. Dus toen had je die ervaring, de traditie. Werd het helder voor je dat je theologie ging studeren? Of dat je... Ja, dat zei vader van een vriend van mij, theoloog was, zei, jij moet theologie gaan doen, want dan was je zo bezig. Dat heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten. Dat... En ook wel omdat ik door had in de kerk, waar we dan naartoe gingen, daar wordt wel het wezenlijke besproken. Dus ik vond dat het prekende, zeg maar, dat vond ik wel fascinerend. Dat je momenten in de week had waar de ruimte ook kreeg als predikant om je verhaal neer te zetten. In zeker bepaalde mate is dat de reden dat ik filosofie ben gaan studeren. Ja. Alleen was daar nooit echt het wezenlijke voor mij, omdat het bleef voor mij buiten de ervaring staan. Ja, ja, ja. Ja. En als filosoof heb je niet echt een podium, hè? Dat is wel, je moet je voor jezelf maken. Maar... Ja. Wilde je een podium? Ja, het is mooi dat de structuur van... Nou ja, dat de kerk zo'n podium biedt. Ja, dat is, vind ik wel een groot pluspunt. Maar ook plek? Ja, plek ook. Ik vind de kerkgebouwen schitterend. Ja. Nee, maar ik bedoel... Niet allemaal, maar... Ik bedoel, want podium klinkt alsof... misschien bedoel je dat ook, hè? Maar dat gaat heel erg over... dat er een plek moet zijn waarop je je verhaal kan doen. Maar ik bedoel, ook plek zie ik ook als een... Dat er een ruimte is waarin dat gesprek gevoerd kan worden. Ja, ja, ja. Want als je het daarover hebt, als we kijken naar de weg van het baby met het badwater en de rituelen die weg zijn. Die plekken, we hebben het over een psycholoog gehad, nou ja, iedereen kent de bank. Ja, ja, ja. Ja. En de arts, nou ja, iedereen kent de wachtruimte. Ja. Dat zijn de minst spirituele plekken op aarde. Ja, precies. Ja, ja. En daar moet ook vaak iets, hè? Of je gaat om iets op te lossen. Ja. Dus, oké, en toen theologie, maar ben je toen naar Nederland, naar Senegal, naar Nederland? Ja, omdat toch... Ja, het thuisland van mijn ouders was, dus dat, ik heb altijd wel, dat zie je bij Turken, maar ook aan in Nederland volgens mij ook wel, van die soort ideaalbeeld op een gegeven moment van, nou, daar hoor ik thuis. Ja. En klopte dat? Ben je thuis gekomen in Nederland? Nee, totaal niet. Nee? Nee. Nou, het is een praktisch land, hoor. Het is een mooi, het is niet mooi. Het is praktisch goed geregeld, er kan veel, weet je, de vrijheid is ultiem, dus... Dus om kinderen hier te laten opgroeien is ook, maar als ik alleen zou zijn, dan zou ik hier niet heel lang hoeven blijven. Nee. En ik voel dus wat mis je?
Dus het is dus heel helder, je hebt een hele mooie praktische omschrijving van... Ja, van nou, ik denk het expert zijn aan zich, of het buitenlander zijn aan zich, vind ik een heerlijke, want ik ben niet graag onderdeel van de groep. Dus dat is gewoon mijn eigen persoonlijkheid ook. Ja. Ik vind het heerlijk om een buitenstaander te zijn. Ja. Dus, dat in Engeland dat mensen me niet konden, of in Frankrijk of Senegal, dat ze niet konden plaatsen, vind ik een prettige plek om in te nemen, nog steeds. Ja. Dus ik word niet graag ingenomen in een groep. Dan maar de herder. Ja, precies. Ja, voor de troepen uitlopen. Ja, ja. Nou, het is ook een beroep. Ik ben ook blij dat ik dat vooral alleen kan doen. Dat ik zou niet in een team hoeven werken. Dat, Nee. En ik denk, als ik dan aan natuur denk, of dat dan zou ik Zwitserland of delen van Frankrijk. Dat spreekt mij veel meer aan. Is wat spiritueler dan... Ja, hoewel dit ook mooi is, hoor, waar we nu rondlopen, maar in het algemeen vind ik dat ook daarin niet heel bijzonder. Nee. Dus dat is buitenstaande natuur? Okay. En het spirituele klimaat. Ik vind wel, voor mijn vak is het een grote uitdaging, maar het is ook wel... ik vind het jammer dat wat jij net zei, dat die baby zo snel met badwater is weg, dat er zo weinig gevoel meer is voor religie en... ritueel. De behoefte is er wel, maar volgens mij, maar mensen weten het niet meer. En het christendom, ik heb toch, ja, hoe ik positief wil zijn, toch het idee van dat is afgeschreven. Ja. En ik ben 4 jaar in Londen predikant geweest en ja, daar werkt het gewoon nog. Hè. De rituelen, mensen kennen hun liederen, snappen het ritueel, snappen de dominee, wat de rol van de dominee is. Dus wij hebben die heilige positie, of die spiritualiteit heeft gewoon geen plek meer. Nee. En hoe zie je dat voor je? Ja, je zou toch ook wel aan een traditie moeten verbinden, denk ik. En met z'n allen. En ik weet niet hoe dat zou moeten, maar... Of New Age of boeddhisme of... is denk ik niet onze taal. Maar ik denk ook niet dat een terugkeer naar het christendom zie ik ook niet voor me. Maar ja, wat wel? Dus volgens mij die spirituele vraag is daar zit de grootste. In. Ja, ja, ja. Wat verder hebben we het allemaal al heel goed. Ja. Kunnen we ook zo'n coronacrisis, niet al te zwaar. Het wordt natuurlijk pijnlijke jaren, maar het is geen enorme crisis, denk ik. Maar die spirituele crisis en wat er ook wel omgang met natuur mee verband houdt. Nee, van in hoeverre zijn we verbonden met de aarde, met elkaar. En dat heeft ook een verhaal nodig. Dat, ja. Ik heb net een boekje gelezen, iemand zei dat we hebben die opwarming van de aarde, we zien allemaal dat het mis is, maar we missen het narratieve om ons daarin te leiden. We missen ook profeten, leidsmannen die boven alle partijen staan. Lijkt deze tijd op Babel? Op de toren van Babel. Ja. Nee, wij hebben elkaar niet meer verstaan. Ik ben niet enorm onderlegd, maar bij Babel weet ik dat... Wat ik daar intrigerend aan vind, is daar zit een hoogmoed van de mens in. Ja. Technologische vooruitgang. Ja. We zien onszelf eigenlijk misschien wel iets groter dan God. Ja, de weg omhoog. Hoger. Ja. Ja. En, er zit wel iets in en ook we verstaan elkaar niet meer. Zit er ook in, toch? Want bij Babel, waar het begint mis te gaan. Dat als je op Twitter ziet, maar ook in de Tweede Kamer, dat is totaal geen... Het is allemaal Nederlands, maar het gaat volstrekt langs elkaar heen. Ja. Ja, het is geen gesprek meer. Ja. Maar wat gebeurt er na Babel? Maar ja, Babel, het is één kant, de taal, maar het is ook denk ik toch wel de spirituele leegte. En dat we... Bedoelde ik. Is daar een voorbeeld van? Want ik ken die fase niet goed genoeg. Maar wat ik bij Babel heb, het idee dat je zo'n toren bouwt. En dat je zegt dat je die hoogmoed hebt en die arrogantie om te denken, wij bepalen dit. Ja. En als wij naar hemel willen reiken, dan doen we dat. Ja. Dat is voor mij ook een soort spirituele leegte. Want je stelt jezelf hoger of in ieder geval gelijk aan het alles. Nou, ik denk toch dat het Exodus-verhaal, de uittocht, dat Egypte, een land dat beheerst wordt door status, door angst, hè, door onderdrukken, daar zie ik wel parallellen in hoe wij op dit moment onze aarde, welke waarden dreigen de overhand te krijgen.
En wat is dan, wat hebben we in het vooruitzicht dan? 40 jaar? Ja, zou dat misschien 400 worden? Nou. Nee, maar ik denk 40 jaar, want even die, omdat 40 is een mooi aantal. Is zoeken, de woestijn is leeg. En dat is zoeken. Ja, maar dat voel ik nu enorm, toch? Ja. En we hebben allemaal het vermoeden, het moet anders. Toch? Ja. Ik spreek, misschien is het ook mijn bubbel hoor, maar ik heb toch mensen van, nou, we gaan niet meer leven zoals wij geleefd hebben. Absoluut. Maar hoewel? Ja. Ja. Nee, dus de woestijn. Ja. Hoewel we in een doorns bosje zijn. Ja. Is het maar toch de woestijn? Ja, de Ja, het verlangen naar een gemeenschappelijk verhaal waar we in kunnen stappen en dat weer perspectief aanreikt. Ja. Van nou, dit, zo willen wij ons leven. Ja. En zo, het zit zo ingebakken van we kunnen alles wat we willen en er zit steeds meer progressie in. Dus we moeten onszelf nu grenzen gaan stellen. Dat volgens mij in de geschiedenis nooit gebeurd, want de natuur stelde grenzen of was oorlog of was. Maar nu is het altijd vijand van buiten, maar nu moeten we zelf gaan zeggen tot hier. We zijn nog nooit, de vijand is van binnen, dus we zijn nog nooit zo diep geconfronteerd geweest met onze eigen valkuilen. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft is dit een tijd waarin we, als we gaan kijken, als we de waarheid onder ogen zien, en dus onszelf, dan zou het in een optimistisch toekomstbeeld het moment kunnen zijn, in elk geval van verzoening met onszelf, misschien wel vergeving. En daarin van transformatie. Ja. Waarin we zeggen, klopt, erkenning van, dit is wie we zijn. We moeten opletten. Ja, ja. We moeten op deze manier. Klopt, ja. Maar dus ook en dat gaan we niet doen. Ook, hè? Van, we gaan niet meer vliegen. We gaan niet meer, wat helemaal ingaat. Wat heel volwassen is. Ja. Toch? Ja. Dus ik eet af en toe, als ik dan weer snoep koop, eet ik het wel eens achter elkaar leeg. Maar ik doe het steeds minder. Nou, wat ik doe, ik koop geen snoep. Ja, precies. Ja. Jij hebt alweer een stuk volwassen. Of juist niet. Dat is wel. Maar we moeten onszelf gaan grenzen gaan stellen. Ja, de vraag is of de vrijheid, dan komt het alweer bij de schaapjes, of de vrijheid minder wordt of meer als je grenzen stelt. Ja. Of grenzeloosheid vrijheid bevordert of juist niet. Vrijheid bestaat bij de gratie van een grens, toch? Ja, precies. Als je erover door gaat denken, dat is altijd het Eden ook, hè? Toch? Was dat is ook te veel. Vrij in deze binnen. Ja. Zolang je hier binnen bent, ben je was vrij. Je vrij. Positief vrijheid, negatief vrijheid. Maar dat is natuurlijk van deze tijd dat we denken dat vrijheid betekent ongebreidelde vrijheid. Ja. Je hebt recht op alle vrijheid. Ja, klopt. Ja. Maar dat is niet hoe de wereld werkt. Nee. Als onze schaapjes van het begin, als die alle kanten op gaan, dan zijn ze vrij, maar wat dan? Ja. Vrij en heel alleen. Ja. En onveilig. Ja, dat ook. Ja. Ons rondje is bijna afgelopen. En we lopen tweede rondje. En we lopen door het compleet helemaal gebladerd. Nee, ik moet Nederland ook niet tekort doen, want dit is echt een prachtige. ik heb een voorstel voor de laatste 100 meter. Ja. We hebben het hier over gehad en ik doe dit vaak, omdat we altijd vaak in de natuur lopen met mensen, met gasten. En je hebt het over gehad van eigenlijk alles waar we over hebben gehad, kun je beter samenvatten door er niet over te hebben. Ja. In stilte. Ja, klopt. Ja. En ik dacht, als we nou daar misschien nog één plekje kiezen om even te gaan staan. Ja. Om even samen in stilte te zijn. Oh ja, dat is mooi. Maar zou jij die stilte willen inleiden? Dus op de manier waarop jij dat doet. Dus waarop Tutu... Dus misschien is er een psalm of een... iets wat in je naar boven komt dat je zegt... Vanuit deze gedachten stappen we de stilte in de natuur. En misschien voor iedereen die meeluistert. Ja. Ja, het is een Nederlands bosje. Maar het is begin november. Ja. Het is geel, het is groen, het is rood, het is groen. Ja. Het is bos, het is gras. Ja. En van daaruit, kies een plek. Ja. Laat mij staan en laat me stil zijn. Ja, ik zie de boom en denk aan ons maakbaarheidsideaal, dat was wat ook bij mij is. En
een psalm die me heel dierbaar is. Die zegt, Heer, dus God, u kent mij, u doorziet mij, u weet van verre mijn gedachten. En vooral die zin, u kent mij. Dus ik ben er in de ogen van een ander. Ik ben er door de ogen van God, door mijn deel aan het geheel. Dus door onderdeel uit te maken van het geheel, ben ik er. Eigenlijk net als deze boom, ik ben. We zijn en worden gekend. Ja. Dankjewel. Ja. Voor deze wandeling. Oh. Wat een goed initiatief. Om de natuur en de stilte, toch? Daar, het begin van het geloof is ook... Het eerste verhaal uit de Bijbel gaat over de schepping. Over hoe wonderlijk alles gemaakt is. Ja, dus die verwondering, dat is toch het... Ja, de overstap van het dierlijke dat we ook zijn naar de mens die we zijn. Ja. En het besef dat je onderdeel bent van dat wonderlijke. Ja. Ja. Ja, dat is dus ook het begin, de verwondering. Ja. Daar begint het. Klopt. Ja, klopt. Je hebt muziek, hè, is ook zo vonden met de Schöpfung, de creation van de heiden. Dat is gebaseerd op Genesis 1. Zo prachtig op muziek gebracht, die verwondering. Hè, van, en er was licht. En dan voel je alles jubelen. Ja. Van überhaupt, er is licht. Ja. De verwondering die we zo moeilijk vinden om te ervaren vaak. Ja, als je, hè, ja, in het... ja, klopt. Maar die elke keer in stilte. Want hoe ga jij terug? Want je zei, ja, die rieten zijn niet per se voor mij nu. Maar tegelijkertijd, hoe schep jij de ruimte om te verwonderen? Ja, dat door de stilte op te zoeken. Ja? Toch door niets te doen. Ja. Door die telefoon die me ook heel veel verbinding brengt, maar die, door die juist weg te leggen. Toch? Door bijvoorbeeld. Ja? Ja. Maar en doe je dat dus ook... het is bijna moeilijk om tijd te maken daarvoor, kan ik me voorstellen. Ja. Maar ben je daar goed in? om daar ruimte voor te maken? Ja... Het moet, dus als ik het niet doe, dan draai ik door en dan komt er ook niks nuttigs. Hmm. Mijn werk draait ook om inspiratie. Ja. Dus ik moet het doen. Ja, dat is een beetje, dat is heel tegenstrijdig. Ja. Nee, ik begrijp het heel goed. Maar eigenlijk is het, ik zou het bijna ook als uitnodiging voor iedereen. Van doe het. Ja, doe klopt. Het. Ja, ja. En het maakt, dat zeggen moderne goeroes en elke religie van de die tijd die dat aandachtig leven, toch? Of gaan een uur wandelen 's ochtends. Ja. Of, dat maakt zo'n verschil voor de rest van de dag. Ja. Ja. En wat ik wel eens heb begrepen is dat is altijd in ons geweest, dat we daar ruimte voor nodig hebben om de inspiratie. Maar om even bij die telefoon misschien te eindigen en die stilte, het verbindt en het stoot af. Ja. Maar religie komt toch van religare? Ja. Verbinden, ja, klopt. Ja. Nou ja, dat doet religie ook, hè? Op allerlei manieren. Verbinden. Ja, met de natuur, met elkaar, met God. Ja. Ja, en ik hoor dan meteen het stemmetje. Hè? Ik bedoel, die militante atheïst van 22, die zit gewoon nog in me. Ja. Ik denk, maar hij verbreekt ook. Ja, wie? religie. Ja. En dat is natuurlijk het moeilijke, gewoon elke keer weer. Klopt. Zoals alles in het leven. Ja. Het is maar net hoe je het... Ja, gebruikt is een raar woord, maar hoe je het hoe je het ervaart. Het heeft de potentie tot de diepste verbinding en de potentie tot de grootste verwoesting. Ja. En zo, je hebt Karel Baart, een groot theoloog uit de 20e eeuw, die zag religie als iets
heel negatief. Je hebt God en religie. Geloof en religie. Ja. En religie is wat mensen ervan maken. Een puinhoop. En dat is allemaal dogma's, regels. Allemaal. Dat houdt de kerk. Hij was ook enorm teleurgesteld in de kerk in de Tweede Wereldoorlog. Dat is allemaal heidens religie. Ja. Ja. En jij hebt een soort tussenvorm. Of heb je... Ja, nee, ik kan er enorm in meeleven. Maar je kunt ook... Je hebt gewoon de plekken nodig ook. Je hebt de structuur nodig om dat geloof... Om te verbinden. Ja, maar in alle relativering. De kerk... Dus ik ben ook niet treurig als de kerk verdwijnt. En ik ben wel treurig als er geen plek meer is waar die vragen besproken worden. Ja. Dus om als laatste, om dan echt te eindigen en dan... Even vooruitkijkend, dan gaat het dus niet over kerk. Het gaat eigenlijk ook niet over religie. Nee. Het gaat wel over spiritualiteit. Ja. Ja, en of over bezieling of over vragen van het goede leven en verbinding daarvan. Ja, en God. Het transcendente. Wat is groter dan ik? Ja, wat overstijgt mijn eigen leven? Waar doe ik het voor? Welke waarde, welk besef is groter dan ik? Ja. Ja. Dus niet je eigen gelijk, maar het brede verhaal is... een plek te hebben waar dat brede verhaal klinkt en onder de aandacht komt. Ja, dus het zou zomaar kunnen dat we weten niet hoe dat eruit ziet. Nee, maar het moet er wel komen. Maar het moet er wel komen. Want anders dan, het wordt heel plat, denk ik, het leven. Ja. Ja, het wordt platland. Terwijl we hebben wel perspectief nodig en het grote geheel. Ja. Dankjewel. Ja, jij ook. Je luisterde naar Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld. Met dank aan Joost Reuzelaars, Martien Groenendijk, Marcel Tjepkema, Joost Brands en Ivanka Houterman. Wil je meer weten? Ga naar www.clubgroeneveld.nl, ook als je wilt deelnemen aan onze programma's en collegereeksen.